Een programmeeropdracht. Maak een vier-op-een-rij-spel. Een vier-op-een-rij-spel is zoals aangegeven in dit plaatje. Twee spelers die steentjes in het bord gooien. En hier heeft de rode speler gewonnen omdat er hier vier steentjes diagonaal op een rij zijn gekomen. Wat moet er gebeuren? Het spel heeft een bord van 6 hoog en 7 breed. Twee spelers gooien omste de beurt herhaaldelijk een steen in het bord. Een steen valt naar beneden totdat het boven op de onderkant van het bord of op een andere steen komt te liggen. Het spel eindigt als het bord helemaal gevuld is of als een speler 4 of meer stenen op een rij heeft. Een rij kan hierbij verticaal, horizontaal of diagonaal zijn. En het idee is dus, je vraagt steeds aan de speler die aan de beurt is in welke kolom hij of zij de steen wil gooien. Als de gebruiker iets invult wat niet mogelijk is, dan blijf je gewoon de vraag herhalen. Het programma eindigt met een van deze drie regels. Dus of de speler 1 heeft gewonnen, of speler 2 heeft gewonnen, of er is sprake van een gelijk spel. Zo zou dat eruit zien als ze dat geprogrammeerd hebben. Dit is mijn uitwerking. Dus we zien hier een bord van 6 hoog, 7 breed. Dan wordt hier aan player 1 gevraagd welke zet deze speler wil doen. Dus laten we even 1. Als we iets invullen wat niet mag, dan zegt hij not an integer, stelt hij de vraag opnieuw. Als er wel een getal wordt ingevuld, maar wat ook niet mag, geeft hij een invalid move en dan stelt hij ook de vraag opnieuw. Als ik bijvoorbeeld 1 intyp, wat natuurlijk wel hier een geldige kolom is, dan wordt daar de steen van de speler 1 ingegooid, dat is een kruisje. Dan is speler 2 aan de beurt. Stel ik ga daar weer dezelfde kolom kies ik hier. Dus dit is een rondje voor speler 1. Als ik dat blijf doen. Als ik nu nog een keer voor speler 1 kolom 1 kies, dan zegt hij weer invalid move, van deze kolom is gevuld. Dus ik kan hier niet opnieuw stenen meer invullen, ingooien. Stel ik kies hier nu bijvoorbeeld 4. En voor speler 2 kies ik ook 4. Speler 1 weer 5. 5. En dan bijvoorbeeld 6. Laten we 7 kiezen. Dan 3. En dan zien we op dit moment heeft speler 1 gewonnen. Want die heeft hier horizontaal 4 stenen op een rij gekregen. En nu is het spel afgelopen. Ja, dus dat is wat u moet programmeren. Er is al een klein startpunt gegeven. Dus ik heb hier wat variabelen opgeschreven alvast. Dus de breedte en hoogte van het bord. De empty cells een puntje. Er zijn twee spelers. Speler 1 en 2 met een kruisje of een rondje. Een move count is handig om bij te houden. En hier is een functie gegeven die een vraag stelt aan de gebruiker. En deze gebruiker moet dan een integer intypen. En deze integer wordt teruggegeven. Als er iets anders wordt ingetypt als een integer, dan wordt de vraag gewoon herhaald. Net zolang totdat de gebruiker wel een integer intypt. En deze functie is gegeven omdat hier wordt een try except gebruikt, wat we later gaan leren wat dat is. Dus daarom is deze functie gegeven. Deze functie kunt u gewoon gebruiken om een integer aan de gebruiker te vragen. Ik hoop dat het zo duidelijk is. In de volgende video gaan we nog even kijken hoe je makkelijk kan testen en waarop wordt gelet bij het beoordelen van deze opdracht.